Hey, hallo, dit is Q&A van MVS met een overzicht van het queernieuws van de afgelopen week. In deze uitzending onder meer het Roze Huis in COC-pand, homorassia onbehoorlijk en nieuws over het homohuwelijk. Rechtsextremisten hebben een homoparade in de Griekse hoofdstad Athene verstoord. De extremisten gooiden eieren en stenen naar de duizenden homo's die demonstreren voor legalisering van het homohuwelijk. Toen de situatie uit de hand dreigde te lopen, schoot de politie te hulp met wapenstokken. In Griekenland is al een tijdje een felle discussie gaande over het homohuwelijk. Officieel is het verboden, maar de burgemeester van het eilandje Tilos heeft toch twee huwelijken gesloten. En in Noorwegen heeft het Noors parlement afgelopen woensdag het huwelijk opengesteld voor homo's. De nieuwe wet verruimt ook de mogelijkheden voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren. Met de stap volgt Noorwegen landen als Nederland, België, Spanje en Zuid-Afrika. Het COC wil het pand aan de Rozenstraat in Amsterdam verkopen om het vervolgens te gaan huren van de nieuwe eigenaar NV Stadsgoed. Met deze stap hoopt het COC uit de financiële problemen te komen en kan eindelijk het zogenaamde Roze Huis gerealiseerd worden. Dat moet een ontmoetingscentrum worden voor holibies en onderdak bieden aan verschillende organisaties. Minister Plasterk komt 28 juni naar Tiel om te spreken tijdens de Roze Zaterdag. Plasterk heeft zich al meerdere malen krachtig ingezet voor de homobeweging. Zo heeft hij bijvoorbeeld COC Nederland een extra financiële impuls gegeven. Roze Zaterdag wordt ieder jaar georganiseerd om de integratie en acceptatie van homo's, lesbiennes en biseksuelen te bevorderen. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de Gambiaanse president Yahya Jammeh gevraagd zijn dreigementen tegen homo's in te trekken. De organisatie is vooral bezorgd over een toespraak van Jammeh vorige maand waarin hij opriep tot geweld. Zo eiste de president dat alle homo's het land binnen 24 uur zouden verlaten. De president moet nu volgens Human Rights Watch onmiddellijk zijn dreigementen intrekken. Sinds Jammeh's ultimaten zijn volgens Human Rights Watch al 3 Gambianen wegens vermoede homoseksuele relaties gearresteerd. COC Haaglanden heeft besloten geen aangifte te doen tegen de Haagse SGP-ChristenUnie-fractievertegenwoordiger Michiel Suurmond. De fractie van SGP en ChristenUnie had fel uitgehaald naar de Roze Zaterdag die in 2009 in de Hofstad wordt gehouden. Suurmond sprak zich uit tegen het organiseren van de Roze Trotsdag met de woorden: "Je wilt toch niet dat je kinderen zulke soort dingen zien?" Zijn optreden had grote woede teweeggebracht bij de fracties van VVD, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP. Korpsbeheerder en burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg laat weten dat de controles op de homo-ontmoetingsplaatsen langs de A58 onjuist waren. Deze zogenaamde homorassia's riepen vragen op in de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de politie een evaluatierapport opgesteld. Vreeman stelt hierin dat de manier waarop deze actie heeft plaatsgevonden onbehoorlijk was. De politie controleerde eind mei op parkeerplaatsen langs de A58. Er werden 3 mannen aangehouden en 25 mannen aangesproken op hun gedrag. De burgemeester heeft de politie nu opdracht gegeven om de persoonsgegevens van de bezoekers te vernietigen. Hulpbisschop Everard de Jong van Roermond gaat volgende week in Utrecht tijdens het jaarlijkse Midzomergrachtfestival in discussie met homo's. Bisschop de Jong liet 2 maanden geleden weten dat streng christelijke scholen het recht moeten hebben om homo's te weren. De basis hiervoor is volgens hem de vrijheid van godsdienst. Grondrechten zijn voor hem in principe gelijk, maar ouders hebben ook het recht op docenten die volgens de 10 geboden leven. Bisschop de Jong vindt dat daarom zowel samenwonende hetero- als homostellen in het onderwijs geweerd moeten worden. Buiten dat is hij van mening dat er verschil moet worden gemaakt tussen homoseksueel en homofiel. Het homoseksuele gedrag wordt door de Rooms-Katholieke Kerk veroordeeld. Homofielen die niet praktiseren leven geheel volgens de regels van God. Het NGO-comité heeft een positief advies gegeven over de aanvraag van COC Nederland voor een zogenaamde consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Het COC is daarmee de eerste homo-organisatie die direct kans maakt op die status. De Nederlandse overheid heeft een belangrijke diplomatieke rol gespeeld in het behalen van dit resultaat. COC Nederland zal haar consultatieve status gaan gebruiken om mensenrechten schendingen aan de orde te stellen bij de Verenigde Naties. Ze wil haar status ook gebruiken om partnerorganisaties uit andere landen toegang te laten krijgen bij de VN, zodat ze zelf in staat zijn de situatie in hun eigen land internationaal onder aandacht te brengen.
Wij spraken met Björn Roosendaal, medewerker bij CWC Nederland. Björn, gefeliciteerd met de doorbraak in voor de PN. Dank je. Kun je ons even uitleggen wat dit precies inhoudt? Ja, absoluut. Nou, we zijn gisteren teruggekomen, vanmorgen teruggekomen uit New York. We zijn daar in januari en deze week heel druk bezig geweest met lobbyen om consultatieve status voor de Verenigde Naties te krijgen. Dat is gelukt. Althans, we hebben een positieve aanbeveling gehad. En nu moet de Economische Sociale Raad van de Verenigde Naties moet dat besluit goedkeuren. Het is echt wel een historisch gebeurtenis. Omdat het voor het eerst is dat dit comité een positieve aanbeveling heeft gegeven. Ja. Er zitten een aantal landen in die enigszins homofoob genoemd kunnen worden. Die helemaal niet willen dat homoseksualiteit binnen de Verenigde Naties bespreekbaar gemaakt wordt. En dat is nu toch gelukt. Het is voor het eerst een positieve stemming geweest. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En als het allemaal doorgaat, zeg maar, de tweede ronde wordt gehaald, wat gaat CWC Nederland dan doen voor de Verenigde Naties? En hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, we vinden het belangrijk om bij verschillende debatten die over mensenrechten gaan, in zowel Genève als in New York aanwezig te zijn, om homofobie en vormen van discriminatie tegen transgenders, homoseksuele lesbiennes en biseksuelen onder de aandacht te brengen. Niet alleen over de situatie in Nederland, maar we willen ook een faciliterende rol spelen om partnerorganisaties, met vele partnerorganisaties uit het buitenland, toegang te geven tot de verschillende fora waar mensenrechten binnen de Verenigde Naties besproken worden. En deze status geeft ons eigenlijk toegang tot een hoop vergaderingen. Dat betekent dat we letterlijk een toegangspasje hebben, maar ook dat we statements mogen maken tijdens belangrijke vergaderingen. En dat is een belangrijke status in die zin. En wat is het punt wat bovenaan op jullie lijst staat, wat als eerste besproken moet worden? Nou, wat wij vinden is, het allerbelangrijkste is dat homoseksualiteit gedecriminaliseerd moet worden. Het moet niet strafbaar zijn en zeker de ernstigste vormen van vervolging, en dan hebben we het echt over doodstraf, waar nog sprake van is op dit moment in 6 landen, dat moet worden afgestraft. En het moet ons inziens mogelijk zijn om het daar met z'n allen in ieder geval over eens te worden. We zullen het niet eens worden over het homohuwelijk. Dat onderwerp zullen wij de komende 40, 50 jaar echt niet op de agenda gaan zetten. Maar vormen van vervolging zeker wel. Oké, nou, veel werk aan de winkel. Absoluut. Succes. Dankjewel. Tijdens de opening van het Utrechtse homoculturele Midzomergrachtfestival is de Annie Brouwers Korfprijs uitgereikt aan Judith Schuif. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de emancipatie en acceptatie van homo's en lesbo's in Utrecht in het bijzonder en in Nederland in het algemeen. En nog een andere prijs. Stephen Fry krijgt de Master and Creator prijs voor zijn rol in de BBC-serie HIV and Me. In de afleveringen kijkt Fry HIV recht in de ogen met zijn ontwapende, nieuwsgierige openheid die nimmer moralistisch of veroordelend wordt. Heeft hij een ongekende bijdrage geleverd aan de strijd tegen stigma en onwetendheid, aldus het juryrapport. En tot slot van deze Q&A nog een blik op de agenda voor de komende tijd. Vanaf 14 juni in het Cobra Museum in Amstelveen, Gewoon Anders, een kunsttentoonstelling over seksuele begeerte, gender en identiteitsvorming in de beeldende kunst rond de laatste eeuwwisseling. De tentoonstelling toont andere manieren van leven zoals homoseksualiteit en transseksualiteit. En de Amsterdamse fractie van de Partij van de Arbeid organiseert samen met COC Amsterdam een debat over politieke steun voor emancipatie van homoseksualiteit binnen de islam en homo zijn in Amsterdam. Het debat vindt plaats op 20 juni in het Sieraad, dat is in stadsdeel De Baarsjes, en het begint om 19:30. Op zaterdag 21 juni geeft het Rozenkoor een concert in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Dat is in samenwerking met Ilja Homodok. En in een eenmalig optreden draagt Henk van Ulsen gedichten voor van Gerard Reven en Ida Gerard. De aanvang is daar om 19:30. Diva Mede presenteert op zaterdag 21 juni haar Mirrorball Party. Met onder andere RuPaul, Rita Campbell, de Fluffer Girls en diverse DJ's. En dat alles in Marcanti aan de Jan van Galenstraat. En zet alvast die agenda dat de Roze Zaterdag dit jaar in Tiel is op 28 juni. Tot zover Q&A van deze week. NVS gaat nog een uurtje door met onder andere een gesprek met Boris Dietrich van Human Rights Watch over de situatie in Turkije. Voor deze uitzending en meer informatie surf je naar nvs.no. Veel plezier als je er nog uitgaat en ga je er nog in, doe het dan veilig.